Voormans, Nederlands eventingrater. Ik sta hier met Henry Zet. Wij hebben deelgenomen aan het WK in Traaien. Ging eigenlijk heel goed. We hadden maar 10 maanden voorbereiding, omdat hij niet langer bij mij op stal stond. En dan toch best een goed resultaat in Traaien. Natuurlijk komt er veel stress bij kijken bij zo'n wedstrijd, want op vliegtuig, de eerste keer op vliegtuig en dan de quarantaine. Dus het is nu wel belangrijk dat na het rijden het paard dan even op rust komt. Dus tijdens deze rustperiode geef ik de Kavlor Detox. Dat is eigenlijk de Fiber Force. En daar zitten veel vezels met weinig suiker. En dan geef ik ook aansluitend de Vitaflor. Dat is eigenlijk voor de darmen terug een beetje op de rails te krijgen. En dan de Hypatolik voor de lever. Terug mooi proper te krijgen, omdat die paarden toch een heel seizoen veel stress en werk verrichten. En dan doen we nu terug rustig aan een beetje opbouwen in het werk. We beginnen nu met een beetje te longeren, omdat Henry Zet eigenlijk best veel stress krijgt van buitenritjes. Dus dat doen we liever niet, dus een beetje longeren 2 keer per week. Hij blijft veel op de weide gaan. En dan bouwen we stilletjes aan het werk terug op naar het volgende seizoen toe.